Voor het op maat maken van gipsblokken wordt vaak een cirkelzaag gebruikt. Hierbij komt veel stof vrij. Het inademen van dit stof is ongezond. Het is daarom belangrijk dat je ervoor zorgt dat je zo min mogelijk stof inademt. In de volgende beelden wordt het effect aangetoond van twee methoden om het vrijkomen van stof te beperken. Je ziet hier het gebruik van een zaagmachine zonder afzuiging. De rode balk en de grafiek geven de stofconcentratie in de ademzone weer. Je ziet dat in dit geval de rode balk snel uitslaat en dat de lijn in de grafiek hoog blijft. Zelfs meer dan wat het meetinstrument kan meten. De blootstelling aan stof is dus aanzienlijk. Het kan gelukkig ook beter. Dit is dezelfde situatie, maar nu met afzuiging direct gekoppeld aan de machine. De afzuigslang is vlak bij het zaagblad aangesloten. Het stof wordt dus direct bij de draaiende zaag weggezogen. Aan de rode balk en de grafiek zie je dat de stofconcentratie laag blijft. Je kunt blokken natuurlijk ook op maat knippen. Hier zie je het knippen. Het zal duidelijk zijn dat hierbij weinig stof vrijkomt. Dit wordt nog eens bevestigd door het meetresultaat wat je hier ziet. De werkhouding zou nog wel verbeterd kunnen worden door het gebruik van een schaar met een hogere werkhoogte. Het verschil is duidelijk. Zowel door toepassing van afzuiging als door het gebruik van een blokkenknipper kan de blootstelling aan stof aanzienlijk worden teruggebracht.